Hey! Ken je deze video nog? Ken je deze video nog? Die deed het goed. Dus het is weer tijd om Willem te streamsnipen. Lieke, sorry. Hartstikke bedankt voor de 3 euro donatie. En Marcus belt me. Bel ik anoniem of? Nou ja, Willem weet nu in ieder geval wel wie je bent, dus... Kut, wacht. Oké. Met wie spreekt Willem? Je spreekt met de dood. Wat? Je spreekt met de dood. Met de dood. Oh, met de dood. Ik heb een opdracht voor jou. Oh, je hebt een opdracht. Ik heb een opdracht voor jou. Je hebt een opdracht voor Willem. Ja, kom nu naar... de... Laat me even denken. Waar moet Willem naartoe komen? Laat me even denken. Ja, Willem, laat je denken. Kom naar... Waar wil je heen? Waar wil je heen? Dat maakt niet zoveel uit. Waar wil je heen? Waar wil je heen? Doe maar de haven. Nee! Doe maar de haven! Zeg gewoon een locatie! Nee! Zeg een locatie, gozer! Andere plek. Ja, haven. Nee! Oké, kom achter de MBSF Gift Shop. Het havenkantoor. Kom naar het havenkantoor. Oké, havenkantoor. Willem komt daar naartoe. Jij naar het havenkantoor. Havenkantoor. Oké, Willem komt. Nee! Ja, Willem komt naar het havenkantoor. In het havenkantoor. Fucking Max. Oké. Met Willem. Willem. Ja, hey. Waar ben je? Waar ben jij? Willem, kom nu naar het havenkantoor. Kom naar de grote boot. Ja. Hier ziet de motor staan. Eens even kijken. Welke boot? Ik weet niet welke boot. Ik denk de achterste boot. Ja, verkeerde boot. Verkeerde boot? Ja, dat dacht Willem al. Andere boot! Ja. Je moet helemaal omhoog. Daar zal je mij vinden. Oké. Daar ben ik. Ja. Oké, hij gaat omhoog klimmen. Een sanctum. Ik ben daar letterlijk helemaal langs gereden. Ja, daar is hij. Ik denk dat het tijd is voor de Willem Session Forces, jongens. Klim omhoog, Willem. Klim omhoog. Want we gaan met de stok naar boven. Willem Special Forces. Kijk, daar gaat hij. En of hij omhoog klimt. Willem Special Forces. En of hij helemaal omhoog aan het klimmen is. Willem Special Forces. Hier is Willem. Er zit iets in mijn oor. Godverdomme. Wagens, Willem is bewapend. En of hij helemaal omhoog aan het klimmen is. Vuurwapen, gevaarlijk persoon, komt uw kant op. Nou, weer op de verkeerde. Wat is er? Staat je auto op slot? Ja, het goed is wel. Want ik ben beneden lekker voor je. Oh, jij bloedzuiger. Je auto is op slot. Oh, jij bloedzuiger, kom hier. Hij gaat kapot. Oh, jij bloedzuiger, hij bent. Jij bloedzuiger. Helemaal kapot, die auto van Willem. Sorry jongens, maar ik zet toch even zwaarder geschud in. En of je auto helemaal kapot gaat. Jij bloedzuiger. Jij bloedzuiger. Hol. En of wij wegrennen. En of wij wegrennen. Banden lek stoken. Free runnen. Wat moet je? Waar blijf je nou? Waar ben je dan? Ik sta op de boot. Bovenaan. Je bent niet bovenaan de boot. Jawel. Ik beloof het. Deze keer echt. Dat kan niet. Willem is even lekker uit. Je hebt me niet gezien. Deze keer echt. Je hebt me niet gezien. Jawel. Beloof het. Nee, dat ben ik niet. Laat me met die reis. Je bent van Willem, ben jongen. Niet. Nee. Help. Help! 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 Nee! Help! Ah! Jij bloedzuiger dan je bent! Laat me met rust! Bloedzuiger! Niet doen! Help! Ja. Ah! Niet veel speciaals. Als Marcus instapt en niet de hele tijd Willem zijn dak aan het hameren is. Dan ben je achterraam nog. Ah! Je hele motor is naar de... Ja. Help. Hey, Giri. Ik maak even wat blok. Hey, Giri van Biri. Ik heb alles gehoord via Willem. Wat? Ja. Ik ben helemaal niet vervelend geweest tegen hem. Waarom zie ik dan helemaal... Nee! Gerrie, stap in.
Die man moet echt onderen in een doodskip liggen. Wat een verschrikkelijke figuur is. Het is me inderdaad wel eentje, ja. Dat die man nog leeft. €5 maakt hij. Denk echt als Willem hem dadelijk €5 geeft dat hij die auto kapot maakt. Echt? Ja, maar dat doet hij niet! Wow. Stoppen! Verdomme. Hij is Willem aan het outplayen. Willen jullie ooit nog een auto terugzien? Willem is bij de haven, want Willem heeft een meeting, makkes. Kom naar de dom. Dat is mis je content, hè, als je niet komt, dus ik zal wel komen. Ik kom naar de haven! Ja, kom maar naar de havenkantoor. Ik kom er nu aan! Ik kan toeten dit. Oprecht. Of zo word je helemaal gek. Heb je verband op zak? Nee, hè? Nee. Nee. Ik heb wel wat. Dit helpt wel. Wat dan? Nou, zeg het eens. Geef het eens. Nee, nee! Oh, nee. Oh, nee. Nee! Nou, daar ga je. Daar ga je. Verschrikkelijk. Nee! Jouw schuld, man. Ik word echt moe van als je naar kijkt. Jezus. Ja, ik vind het ook vreselijk, oprecht. Wat dan, man? Zijn kort. Ah. Ik hoor het zeggen, fuck up. Wat was dat? Wat was dat? Wat kut. Oh, wat kut dit, echt. Gerard, je moet de ambulance bellen. Oprecht. Dankjewel, Gerrie. Ik lig trouwens bij de lantaarnpaal. Je weet dat u bent uitgenodigd op mijn trouwerijen. Ja, ik snap er echt helemaal niks van. Bent u nou Kevin of bent u nou Marcus? Kevin? Kevin. Is Kevin. Ja, nou ja, volgens mij was ik eens een keer bij Jordi en toen zei je dat je Kevin heette. Ja, zo heet ik ook. Oh ja. Maar Auw! We hebben nu een melding dat je Makkes heet. Dat is mijn koosnaapje. Ik heb de snapper gekozen. Dat is mijn koosnaapje. Oh, dankjewel mevrouw. Zo, kom maar even op de stoep. Ja. Even op de stoep. Even. Ons ongeluk was zeg maar bij die lantaarnpaal op die kruising daar. Daar was ons ongeluk. Ja. We gleden door tot hier. Ja. Dus gelukkig heb ik dit goede leren kleding. Ik snap ook niet dat Gerard geen schaafwonden heeft. Ik heb gelukkig mijn leren kleding aan voor de motor. Niet schrikken, ik ga het ontsmetten. Ja, ik kan die schaafwonden nog een klein beetje echt wel schrikken. Dus ja, is goed. Nee, ik ben een goede kerel, joh. Precies. Ja, dat bedoel ik. Jemig! Jemig! Ja. Ik kan er niks aan doen. Ik voel letterlijk niks. Wil je even in mijn handje knijpen? Ja. Nou, knijp er maar even in. Is je zo groot? We hebben natuurlijk wel teddyberen voor... Echt? Ach, mevrouw, doe niet normaal, man. Echt? Wil jij een teddyberen? Ja. Natuurlijk. Ja. Ja, die krijg je zo. Ja. Even dus. Oh, kijk, Tibe heeft hem al gepakt voor je. Geef maar Gerard. Dan krijg ik hem zo van Gerard. Hou ik ook nog voldoening uit de teddybeer van hem stelen. Dankjewel. Marcus, hoe oud ben jij dan niet? Hé, maar je hebt geen last met ademen. Nee, je moet niet zo raar gaan ademen. Ja, ik test het. Je ook nog hyperventileren en zo. Dus, nee, het gaat prima. Het gaat niet prima. Niet ademen. Dries, luister goed naar mij. Luister nou niet naar Gerard. Blijf je een beetje ademen. Ja, dat is niet zo heel erg. Langs kan inhalen. Ik weet niet eens waar mijn motor is. Die staat daar toch gewoon. Ja, moest ze de teddybeer even aan het redeneren. Oh. Hey, dankjewel Moeke en Tibe. Ja. Oké, ik heb een teddybeer. Ja, die kan je weggooien. 1, 2, hoppakee. Ik heb echt een flashback naar het moment dat je dat ooit al eerder hebt gedaan. Wat moet ik met deze teddybeer dan? Ja, gooi maar weg. Oké. 1, 2, hoppakee. Goed zo, Gerard. Stap in. Open blokken, pak. Ja, toen had je ook een teddybeer, was het ook 1, 2, het was hier ook weg. Ja, we hebben veel te veel meegenomen. Oh, en die dingen die we nu nog mee kunnen maken, moeten we ook koesteren. We moeten we goed koesteren. Oké, kenteken Gerard. NJ479T. Voertuigwrak langs de weg. Verkeerd geparkeerd.
Schrijf jij het voor kenteken, schrijf ik het achter kenteken op. Top. Hebben ze allebei lichten aan laten staan zonder milieuvervuiling. Dat wordt dan totaal een boete van 3.055 euro. Alles opgeschreven, Gerard? Ja, soort van wel, ja. Yes, top. Yes. Bel jij de ANWB, dan zorg ze dat we deze even wegtakelen. Ik heb de boete tussen de ruiten wissel geplaatst. Deze heeft absoluut wel een kenteken. Deze heeft... ik even het rijden en kenteken bewijzen. Yes, natuurlijk. Die ligt in mijn auto. Deze voor je. Ik weet dat Willem heen gaat. Zullen we onder koffer gaan? Nee. Yes, stop. Gaan we regelen. Zorg wel dat er... Nee. Oké, okay, ja, ik bel Willem en dan zorg ik dat hij ergens heen komt en daar sta jij weer. Je bent politie, je hebt toch de tijd van de wereld. Maar uitstappen, want ik heb een winkeloverval. Yes, let's go. Prio 1, sirene aan. Yes, hoppakee. Uitstappen. Oh ja, dit is vandalisme. Aangifte. Dit is vandalisme. Frits, we gaan het even eerlijk. We gaan het even rechtzetten. Nee, ho. Oh, wat gelijk niet verder kijken. Dat is lekker voor je, Willem. Wat een pet. Oké, okay, maar jij sterft echt vandaag. Help! Jij sterft vandaag. Help! Hij sterft. Jij help! Sterft Willem. Vandaag. Help! Help! Je sterft vandaag. Help! Intimideren? Imiteren bedoel je? Oh, je band is lekker geschoken. Oh, maar oké, nou sterft hij echt. Sorry, Frits. Dat is nee. Auw. Help! Vallen. Help! Bloedzuiger je bent. Ik doe niks. Ik ontwijk alleen. Oh, ja, jongen. Oh, help alsjeblieft. Nee, Willem is even klaar met deze nerd. Help! Max, stop met dat wijken! Help! Ja. Dank u wel! Ik heb de auto kapot geslagen. Ik moet naar het ziekenhuis. Gerard! Gerard! Ik kan wel zorgen dat je een stukje kan lopen. Nee. Dat nee. Kan je niet maken. Hoezo? Wat is er dan? Nee! Nee! Max, stop in! Daar! Doei Willem! Nou, zijn we daar ook even vanaf. Ik heb altijd al een hekel gehad aan die Willem. Nooit leuk gevonden. Wat? Max? Oh, kut, dat hoorde die. Nee! Nee! 42,29 van nu naar bureau, over. Ik ben niet te stoppen! Good Max. Ik zit ook echt veel lager dan jullie. Ik voel me echt het kind achterin. Het is echt zo, kijk maar. Vader. Nou moet je niet zo lijpen.